hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag. Gisteren heb ik niet gevlogd, maar gisteren hebben we dus de sleutels gekregen van ons nieuwe huis. Het zijn echt heel spannende en drukke dagen. De aannemer komt vandaag voor de eerste keer langs. Gaan we even alles opnieuw bespreken. Ik wist natuurlijk al wat ik allemaal wou. Maar dat gaan we dus vandaag allemaal even bespreken. Hoe we dat uiteindelijk gaan uitvoeren. En ja, dan start alles eigenlijk echt super spannend. Iedere update van ons huis heb ik eigenlijk niet. Behalve dat er 4 babykonijntjes zijn in onze tuin. We hebben die gisteren gevonden. En het was zo zielig, want we wisten niet zo goed wat we ermee moesten doen. Maar we hebben de dierenambulance gebeld en die zei... We hebben dus het beste een nachtje kunnen wachten. Want het kan zo zijn dat de moeder terugkomt en haar kindjes ophaalt. Dus we gaan zo naar het huis en gaan we even kijken of de konijntjes er nog zijn. Anders bellen we even de dierenambulance. We hebben één foutje gemaakt, tenminste Nessie. Die heeft dus één jonkje aangeraakt, maar hij wil hem graag aaien. En toen hadden wij dus een DM gekregen dat de moeder dus het kindje misschien gaat afstoten door de geur van Nessie, zeg maar. Dus dat is een beetje KUT. Maar ja, dan bellen we alsnog de dierenambulance om te kijken hoe we het kunnen oplossen. Dus dat komt helemaal goed. Voor nu heb ik een afspraak met mijn nagelstyliste. Deze afspraak stond al heel lang vast. Best wel onhandig nu. Maar ik wil er toch graag langs gaan. Want zij heeft echt nooit plek. En zij kan als enige mijn nagels echt gewoon perfect doen. Dus ik ga er gewoon even snel tussendoor langs. En daarna ga ik naar ons huis. Dit zijn mijn nagels nu. Ze zien er helemaal niet lelijk uit nog. Dit is dus van 2 weken terug. Kijk hoe mooi ze nog zijn. Maar je ziet nog wel een beetje uitgroeien, of course. En dat ga ik nu fixen. Ik weet niet of ik voor een andere kleur ga. Maar ik doe wel gewoon nog bijap. Een paar zijn nog een beetje afgebroken als je goed kijkt. Ze zijn niet meer zo perfect. Hallo lieve mensen. Ik ben net klaar met mijn nagels. Ik ben echt bijna in slaap gevallen. Ik was zo moe gewoon. Ik wil gewoon echt slapen. Maar ik heb mijn nieuwe nagels. En ik ben voor groen gegaan. Kijk, heel mooi. Ik ben voor een andere basis van bijap gegaan. Meer een beetje pinky. Maar ik vind dit zo mooi. Ik ben echt voor een gifgroene kleur gegaan. Ik zeg jullie heel eerlijk. Ik ben vandaag wakker geworden. Zo moody. En ik dacht van, ik ga vandaag gewoon voor zo'n gifgroene kleur. Ik weet niet of jullie denken dat ik nu hartstikke gestoord ben. Maar ik heb soms die gekke moods gewoon. Ik heb geen zin in zo'n felle kleur. Dus vandaag lekker gifgroen. Doet me een beetje denken aan de Parfum Poison van Dior. And I love that. En ik vind mijn nieuwe bril helemaal geweldig. Voor de mensen die het willen weten. Hij is van Zara. Zara. Guys, wij zitten in onze nieuwe huis. Konijntjes zijn weg, hè. Kun je even een update geven aan mijn volgers? Want ze weten dat nog niet. Ik heb verteld dat ze er waren gisteren. Maar waar zijn de konijntjes nu? Snelle update. Ik heb dierenambulance gebeld. En die is langsgekomen. En die hebben alle 4 de konijnen meegenomen. Of hazen zijn. Sorry. Ja, waren kleine haasjes. En die worden nu... gaan zij opgevoed worden door een moederhaas die hun dan gaat klaarstomen voor de echte wereld. Hoe dus, cute is dat? We save the rest. En ze zeiden het heel goed als ik je had gebeld, hè? Want ze waren echt mini, hè? Ja, ja. Zo, ik ben even langs ons huis gegaan zoals je zag. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben vandaag best wel moe. Ik ben ook echt zo wakker geworden. Ik heb echt vandaag dat ik heel erg trek heb. Ik heb nu al echt eigenlijk honger gewoon. Het is 4 uur, dus ik ben echt een beetje chagrijnig. Mijn keukenkassen zijn trouwens helemaal kapot gegaan. Ze vallen helemaal uit elkaar net voordat we gaan verhuizen. Dus op zich is dat best wel een goede timing. Over naar iets positiefs. Ik heb bloemen gekregen. Wij hebben bloemen gekregen van onze aannemer. Echt heel erg lief. Die ga ik zo in een vaas doen. Ik pak even voor deze bloemen. Deze grote vaas. Ik heb wel een kleine. Want in die kleine passen ze absoluut niet. Ze zijn echt cute. Echt zo mooi voor de lente. Echt zo'n mooie lentekleuren. I love it. Voor als je ze contactgegevens wilt. Dit is onze aannemer. Sorry hoor jongens. Ik ben vandaag echt zo erg in mijn feelings. Echt dat ik het gewoon even uit moest janken. Ik ken het van die dagen dat zeg maar. Het is echt heel overdreven hoor. Maar alles gewoon misgaat. Dat je gewoon even moet janken. Om gewoon... weer normaal aan na te kunnen denken, heb ik nu. Dat gewoon echt letterlijk alles misgaat. Gewoon kleine dingetjes. Bijvoorbeeld ergens staat iets op je flikker. Dat je iets pakt, het valt. Dat je rijdt, dat je tegen iemand aan botst. Gewoon dat alles. Oh, man. Vrouwen. Oké, guys. We mogen eindelijk eten. Ben, doe Nes. Ga je daders pakken? Ja, ik pak de daders even, maar ik heb ook echt wat moeten bij.
Oh ja, leuk. Je moet meer wandelen te eten. We mogen al lang eten. En vandaag is onze iftar echt heel luxe. Nog nooit zo'n luxe iftar gehad. Nee, ik had vandaag echt zin in een gekke cheat meal. Omdat mijn gevoelens waren vandaag zo. Dus we hebben pizza besteld. Ja. Allebei. Lekker pizza vreten. Lekker pizza vreten. Met halal ham en salami. Oh, love it. We hebben echt een heel fijne pizza keten hier in de buurt. Die echt gewoon alle pizza's maakt, maar dan gewoon lekker halal. Is veel. Dank je. Mag ik alvast eten? Wacht nou even. Oh. Toch samen. Nou, ik doe het alleen. Ik moet expres meer, hè. Dat vind ik ook wel lekker. Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik vind het ook heel lekker. Veel lamoen erin. Oh, de een is gekomen. Dat had ik vandaag wel echt nodig, man. Die suiker. Oh, man. Als je slecht voelt, eet suiker. Dino is mijn dadeltje. Niet normaal. Misschien moet ik bezorgen, die moest ook nog eten. Oh, ja. Serieus, wat zei hij dan? Hij zegt, hij gaat gelijk terug toch nu? Oh, ik vind dat heel zielig. Eigenlijk wel, hè? Nee, dat vind ik echt heel zielig. De strijders. We hebben ook nog extra friet. Het gaat echt veel meer. Veel verder dan dat. Wat heb jij trouwens voor pizza besteld? Wallah, ik weet niet eens, man. Oeh, laat me zien, laat me zien. Looking good. Wat heb jij? Je hebt gewoon echt een pizza met salami en ham. Ja. Letterlijk, de classic. En ik heb met meer groenten erin. Oh, I love it. Kom, we gaan het lekker proeven. Proost, hè? Oh, hella. Dit is de beste moment van deze dag. Yes. Ze zijn echt goed, hè? Ja, man. Ik hou van deze keten. Jongens, omgeving Rotterdam. Simo's Pizza. Ik raad het jullie echt aan. Ja, echt top. Ik vind ze echt tof. Ze zijn heel vriendelijk. Spot goedkoop, eerlijk. Mm. Heel lieve mensen. Mm-hmm. Heel nette mensen. Bezorgen altijd op tijd. Disney is promo, but I love them. Hebben ze dat altijd bij hun eigenlijk, als ze pizza bestellen? Ja, echt. Heerlijk. Maar wij gaan even, jongens.